Als u een tuinhuis wilt schilderen, kunt u één- of tweezijdig behandelen. U kunt alleen de buitenkant doen, u kunt ook de binnenkant doen. Bij Moesferrie heeft u de keuze uit allebei. Het is dus geen probleem om maar één kant te schilderen. De binnenkant schilderen beveel ik aan bij vuren hout dat niet geïmpregneerd is, want dat type hout dat heeft even steun nodig. Voor de binnenkant heb ik transparant, Stormanguut heet dat, SKYDD. Dat is helemaal transparant. U kunt ook met whitewash dimma werken. Voor de buitenkant geef ik voorkeur aan de dekkende mousse F, omdat de zon dat toch wel nodig maakt. Het kan ook met transparant of whitewash, maar dan zal altijd de zon het uiteindelijk sneller winnen. Dekkend is mooier en duurzamer. Als u een tuinhuis of schutting wilt verven en u doet dat met nieuw hout, hoeft u eigenlijk relatief weinig te doen. Als het hout vers is, laat het dan eerst even drogen. De sappen in het hout moeten eruit en doorgaans duurt dat een maandje of twee. Als het een schutting is die al schuttingdelen die al langer ergens liggen, dan hoeft u dat niet te doen, kunt u gelijk schilderen. Bij gewolfmaniseerd en geïmpregneerd hout is het vaak belangrijk om het even een maandje of twee te laten staan, zodat de sappen die daarin zitten vrij kunnen uitwasemen en eventueel afregenen. U kunt Moesferrie erg goed bewaren. In principe is het 1 jaar ongeopend in de pot, maar als u een deel van de pot overschenkt, daarna de pot weer dicht doet en koel bewaart, kunt u heel lang de pot bewaren en met het overgeschonken gedeelte gaan schilderen. De reden is dat er geen schadelijke stoffen in Moesferrie zitten. Als u met de kwast in de pot werkt en hem daarna dicht doet en bewaart op een wat warmere plaats, en dan praat ik over boven de 15 graden zeg maar, dan kan er schimmel in gaan komen en dat is eigenlijk helemaal niet nodig als u eerst even overschenkt en hem daarna dicht doet. Moesferrie zit wat dikker in het potje. U kunt het beste de eerste keer met een klein beetje water verdunnen in een apart potje, 5% of iets dergelijks. Dat strijkt wat makkelijker en dan is het ook wat makkelijker om in het hout te zuigen. Bij nieuw hout is dat aan te bevelen. Als u bij een al geverfde schutting werkt, is dat minder van belang en kunt u eigenlijk direct uit de pot werken. Daarbij is het nog wel zo dat uw eigen inzicht het belangrijkste is. Wilt u nu nog een beetje water bij doen, is dat natuurlijk allemaal prima. Dus met water verdunnen, heel simpel. Moesferrie is, als het nog nat is, heel makkelijk uit kleding en van de handen te halen. Met een klein beetje lauw water en wat zeep. Dat is geen enkel probleem. Laat het alleen niet in uw kleren uitharden, dan wordt het veel moeilijker. Maar op zich is het heel simpel van handen en uit de kleren te halen.